jongens, ik ben weer Dennis, a.k.a. Denniske. En vandaag hebben we weer een nieuwe episode van Road to Life, Deadspin.nl en Chaos Mode. Dat is goed, is episode 5 of 6, ik weet niet eens man. Het gaat zo snel met die episodes, ik weet het niet eens meer. Maar in ieder geval, we spelen weer op Underground. En deze map hadden we laatst ook gedaan. En het ging toen best slecht, ook al achteraf. Dus niet zo heel slecht, want we stonden nog best wel hoog op die leaderboard. En hij wilde wapen niet oppakken. Oh, die ligt hier, lol. Ik dacht hier recht laag. Maar in ieder geval, ik stond iets van 1600ste van de wereld. Dus in principe helemaal niet zo heel slecht. Maar ik had het idee dat ik weinig punten had. Maar ja, blijkbaar hebben de mensen op die leaderboard dus niet zo heel hoge punten. Maar ik wil wel proberen om het aantal punten te verbeteren. Want ik had het idee dat, dat ik veel beter kon. En dat gaan we dus nou ook proberen. Daarom doen we gewoon weer deze map. We gaan het gewoon eventjes snel verbreken. En we gaan sowieso voor... oh shit. Maar sowieso voor de 15 miljoen. Voor minder gaan we niet, hè. Dan gaan we niet, dan gaan we niet naar huis. Maar minder kunnen we niet thuiskomen. Sterf jij. Oh, dat is niet gunstig. Krijg ik er ook hits van of word ik er alleen van gestunt? Ik weet niet. En ik zie niks, ja. Oh, ja, ik heb hem nog. Oh, ik kan niet eens in de gaten dat ik nou een keerbonus had. Bij het begin lijkt de keerbonus allemaal zo snel te gaan. En daarna ineens, dan lijkt het ineens helemaal niet meer vooruit te lopen, jongens. En ik ga even rennen. Oké, dan ben ik fucked. Oh, ik dacht dat hij een wapens lag, maar dat was helemaal niet. Ligt er maar nee, ik moet hier ook maar even doorheen rennen, want anders heb ik ook helemaal geen wapens. En hoppakee. Let's go. Ik ben eigenlijk benieuwd als ik iemand in last stand schiet en hij sterft zelf, zeg maar. Gewoon doordat hij te lang ligt. Of je daar ook, dat hij dan gewoon weer, zeg maar, die keerbonus omhoog houdt. Lijkt me wel in principe. Als ik je volgt wat ik wil zeggen. Ik weet ook allemaal niet hoe ik het uit moet leggen. Maakt allemaal niet uit, het is allemaal zo ingewikkeld. En... oh, close! Ik deed net helemaal alsof ik al mee moest springen. Dit is echt een kutspot. Dat zei ik toen de eerste keer ook al. Hier moet ik niet te lang zijn. Pak een beetje van D. En als jij nou even sterft, gaan we hier even weer rennen. Oké, kun je eventjes oprotten, dankjewel. Dankjewel allemaal jongens, dankjewel. Oké, nou hier we schieten, want we komen er veel aan. Dit is echt volgens mij het beste om gewoon zo in een straatje te, gewoon te gaan schieten. En dan denk ik dat je het meeste... oh shit, mijn keerbonus is bijna weg. Het meeste kan doen. Want dan komen ze, als het goed is, dan komen ze wel in je rug. Want ik zie er alweer een in mijn rug staan. Jezus, ze spawnen er echt gewoon direct in je rug hoor. Zonder enige twijfel spannen ze gewoon direct in je rug. En ik weet niet of de Juggernaut down is? Nee, niet. Hij is wel down, maar hij is niet dood. Zou ik zo zeggen. Hij lag op de grond, dus dan ben je in principe down. En... Kutton moet weg. Ik werd geblokt door die hond. Ga nou eens alsjeblieft dood. Ik ga naar boven, oké. Dan pak er even dus, die sentry gun, als ik hem kan vinden. Oké, mooi. Hopelijk werkt dat. Hopelijk schiet hij überhaupt wel naar beneden. Ik weet het niet eens. Anders schiet ik niet op jou. Hè? Goed zo. Mooi, jij bent dood. Dan hebben we tenminste weer even... want allemaal, het gaat nou al gelijk een stuk beter dan de vorige keer. Dat kan me wel herinneren. Alleen, ja, het gaat gewoon om... je kunt wel goed gaan, maar als je heel eventjes die keerbonus vernaait... dan is het gewoon afgelopen, hè. Het maakt niet uit hoe goed het gaat, want het is gewoon afgelopen. En daar ligt een freeze ding. Oh, check hoeveel punten ik hier kan maken. Dat is awesome. Komt Juggernaut in mijn rug. Oeh, rennen. Pak die shit, zeg ik. En ik moet hier weg. Mijn keerbonus, ik doe mijn... oh shit, mijn armor is al weg. Rennen, hier ligt een P90, mooi. Dat is op zich wel een goede timing, want mijn wapen is bijna leeg. Gelijk ligt er een nieuwe ding en ik ga nou rennen. Nee, niet handig. Waarom kom ik nou iedere keer net de Juggernaut tegen als ik gewoon weg wil rennen, weet je? Dat is echt lelijk, dat is oneerlijk. En ik heb weer een nieuwe... oh, mijn zeer. Het is toch handig, kan ik heel eventjes weglopen, even de rust in de tent, weet je wel. Oh shit, jij bent de Juggernaut. Ik vind jou niet zo grappig, ik vind jou niet zo aardig. Ga weg. Oh shit. Rennen. Het maakt niet uit waar je heen rent, je wordt toch al gehit. Ja, daar zat er aan te komen. Eén kogel, hè. Eén fucking kogel. Ze zitten al in mijn zij te schieten. Ja, dit is gewoon... dit is gewoon ellende. Het beste is gewoon die freeze shit er heel bij te houden. Maar je houdt het niet in de gaten. Dat is het probleem. Je kunt daar niet heel wat opletten. Want er gebeurt zoveel in mijn beeld. Dat ik echt niet zie of mijn keerbonus op dat moment weggaat. Dit is niet heel slim wat ik nou doe. Ik ga gewoon even stilstaan, weet je. Ik ga er gewoon even stil mee gaan. Moet allemaal best kunnen. Oh shit. Oké, ik pak eventjes daar die... hoppakee. Die kan ik heel goed gebruiken. Ik denk dat ik nou best goed speel hoor, serieus. 6 miljoen punten en ik heb eigenlijk bijna nog geen downs. Ik kan net een down, maar dat heb ik gelijk weer gefixt met een nieuwe ding opgepakt. En ik heb alleen geen armen meer, dus dat kan weer snel gaan. Ik kan weer snel onder de grond liggen. En jij moet ook snel dood. Oh, dat was ook close. Close call. Oh, hondje. Sterf, hondje. Oeps.
Oh, close, close, close. Waar ben jij? Come on. Ik zie je daar wel, Juggernaut. Ik zie jou wel. Ik zie alleen niet waar ik op schiet of ik je nou dood heb of niet. Volgens mij niet. Volgens mij wel echt direct impact heb. Oh, juist, juist, juist. Ik had zijn... Ik had hem gekild, ik had hem gekild. Ik heb... Ah, wacht, mijn armor is al weg. Ik wil zeggen, ik heb armor. En ik kijk en mijn armor is weg. Dit is echt kut wat ik nou heb. Het probleem is nou, ik ben bijna dood. En ik moet snel rennen. Daar zocht ik. Pak we deze erbij. Oeh. Waar zei je? Oké, je bent hier. Ik vind dit geen fijne plek om te zijn. Nee, weer. Snel, snel, snel. Oh, rennen, 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 rennen. Ik moet laden. Oké, kun je beter wapens oppakken dan laden. Dan gaat het allemaal veel sneller. Je krijgt er wel allemaal bij, maar hoe snel gaat die allemaal weg, man? Dat is absurd. En jij gaat even dood, granaat. Nee, je gaat niet dood, want je bent een juggernaut. Die zijn gemaakt voor explosieven. En we hebben nou volgens mij al... Ja, we hebben al meer punten als de vorige keer. Yes! Wow, wow, wow. We zijn lekker bezig, jongens. We zijn lekker bezig. Ik wil eigenlijk die force gooien. Ik doe het expres niet. Oh, wat de fuck gebeurt hier? Nee, niet handig. Oh, zuiver. Ja, en zoals ik zei, ik wil eigenlijk dingen gooien. Weet je nou, C4's. Maar als je dat doet, dan gaat het gehyde fout. En wat ik nou doe, ziet er niet slim uit. Alleen, ik moet wel, omdat ik geen ammo heb. En ik moet er door. 10 seconds remaining. Ja, dat is allemaal heel leuk en zo. Maar ik heb niet meer dan 10 seconden te gaan, want dan ben ik volgens mij dood. Oh shit. Oké. Okay. Toen hadden we echt een combo van 300 of zo de laatste keer. Bijna 400 dacht ik. Hoe kan het zijn dat ik nou maar 260 heb? En al zoveel punten. Dat is echt gek gewoon. Ik heb nou alleen niet heel veel meer te zeggen. Ik moet echt nou ook eventjes ergens wat dingen op zitten rapen. Maar ik zie ook niks op de kaart. Ja, dit is gewoon gekke werk. Hij moet gewoon een keer sterven, maar hij wil niet sterven. Hij heeft er geen zin in vandaag. Oh shit, ja, nou lopen er twee. Nou ga ik dood. Dit is mijn moment dat ik sterf. Ja, dit gaat nooit goed. Ik heb geen armor. Ik denk, ik kan wel even die armor fixen. Als ik die ene, ja. Ik denk, ik kan de armor fixen als ik die ene afschiet. Maar hij ging gewoon niet kapot. Ik heb zoveel kozen op schoten. We hebben 12,5 miljoen alweer. En dat is sneller gaan als de vorige keer. Maar volgens mij ben ik nou ook sneller als ik ga doodgaan. Trouwens, vorige keer had ik dus meestal 5 minuten naar 7 minuten. Dus heel raar. Het lijkt dat dit een kortere video was. Maar ik ga even kijken hoe ik op de leaderboard sta. Nou, ik ben benieuwd. Het was underground. We hebben 12,5 miljoen. Oh jongens, 960ste. Dat is insane hoor. Ik zweer het je. Volgens mij heeft niemand zelfs 30 punten op deze map. Al 960ste. Dat is echt dol hoor. Dat is echt dol. Hoeveel... Als ik 30 miljoen punten heb, hè. Nee, wacht. Dit is veel meer. Dan sta ik sowieso hier nog ergens. Als ik echt die 30 miljoen punten ga halen. Dan sta ik... Ergens hier. Ik sta ergens rond de top 50 dan. Dat is insane. In ieder geval, dat zou vet zijn om te halen. Ik weet niet of dat het ooit mogelijk gaat zijn. De kerel heeft een combo van 410. Ik had het idee dat ik laatste combo had van 300 of zo. Boven 300 haalde ik 266, is weinig. In ieder geval, ik hoop het leuk. Vond het leuk. Laat een like achter. Abonneer voor meer. En tot de volgende keer weer. Houdoe.